We zijn nu bij Sarah en we gaan dingen bezoeken, Sophia. Wij zijn bij Sarah en Lara is ook hier. Hey. Hallo. Wat zijn we aan het spelen? Weet je het? Vier op een rij, goed zo. En Celine heeft een baby. Sophia, de baby Sophia. Oh, cute. Louisa is er ook. Hallo. Kijk hoe schattig. Oh. Ja, binnenkort. Heb je er zelf een, hè? Oeh, spannend. Binnenkort kom ik ook zo bij kussen. Ja. Dat is of goed. Wil ik ook wel twee kussens onder mijn gezegd. Arm. Ah, heb je al kussens? Ja, dat is toch veel beter? Weet niet. Altijd pijn aan mijn arm. Ja, dat is een aantijdje. Ik heb dat altijd. Waarom spelen? Kijken. Kijken? We hebben het licht aan. Oh, wat papa. Oei, 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 een geocatch. Wat is dire? Jesus Christ, happy birthday. Voor je verjaardag gaan we op een 3-daags tripje naar. Jesus Christ. Oh ja. Yeah. Sunlight, min P. Zee. Zee. Ja? Zeeberm. Oh god, camping Zeeberm. Chic is dire. Plus Nieuwpoort. Oh, allee, chic. We gaan ons vieren. Chic. De aanhangsels gaan niet mee. Nee, joepie. Oh. 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 Zaterdag, zondag en maandag. Hallo, we zijn terug thuis. Samen op het toilet. Wij gaan zingen. Ik heb niks meer gefilmd. Denk ik nadat we bij Sophia waren. Maar mijn papa was vandaag jarig en we zijn gaan uit eten voor mijn papa zijn verjaardag. En dan hebben we mijn papa zijn cadeautje gegeven. En dat is dat we dit weekend naar de zee gaan. Oh, ik heb trouwens allemaal kattenhaar. Ik heb met de katten geknuffeld. Dat we naar de zee gaan, naar een Nieuwpoort, waar we vroeger altijd naartoe gingen met de caravan. En nu gaan we nog eens, mijn zus, mijn mama, mijn papa en ik. Dus dat gaat wel keileuk worden. Maar voor de rest heb ik vandaag niks gefilmd. We hadden het heel druk. We hadden heel veel te doen. Babybezoek was superleuk. Oh, dat was zo schattig, Sophia. Echt super cute. Echt heel schattig. En voor de rest... ik heb niks meer gefilmd, hè? Nee, ik denk het niet. Oeps. Maar ik ga nu slapen en Sam ook als hij van het toilet is. Ik moet wel nog even mijn schmink erop doen. Ik heb trouwens een kleedje aan van Totally Too. Op Instagram vroegen al heel veel mensen ernaar. Maar dat komt pas volgende week online. Maar ik ga nu slapen. Morgen ga ik verder vloggen. Slaap wel iedereen. Tot morgen. Goedemorgen. Amai, ik ben donker. Wauw. Is veel zon. Ik ben een half uur wakker. Het is 8:30. En ik heb ontbijt gemaakt. Ik ga ontbijten. Ik moet nog een paar e-mails doen. En dan ga ik me klaarmaken, want dan ga ik naar kantoor. Dit is mijn ontbijt. Ik ontbijt met zo'n licht gewicht. Crackers van, geen flauw idee. Mayonaise. Kaas, lactosevrij. Ei. Hier heb ik ook een beetje ei, kaas en tomaatjes. Hier heb ik avocado, tomaatjes. En hier heb ik weer alleen ei. Dus that's my brekkie. Hallo, kus. Het is ondertussen... Ik zie niet hoe laat. 3:30. Ik ben terug thuis, as you guys can see. En ik ga... mijn dressing opruimen. En de ramen staan open, dus korte mensen op de straat. Ik ga mijn dressing opruimen. Eindelijk. Needs to be done. Ik heb er geen zin in, maar... let's do this.
bitch, I know the way. Something like you gun and knuckles. I write my verses sober, yet I'm higher than a hubble. Woohoo, I'm done. Het is ondertussen 5 uur. Oh, ik dacht dat het minder laat ging zijn. Maar het is clean. Ik dacht zo goed dat het kan. Hier heb ik nu alle nieuwe dingen gehangen. Van sommige dingen, zoals dit, moet ik nog een foto maken. En dan weet ik zo wat nieuw is. En wat dat ik dus waarschijnlijk wel graag wil dragen. Dan heb ik hier de golven en hemdjes. En meer golven. Hier zijn de kleedjes. Zijn er niet meer zoveel. Het zijn die. En dan hier heb ik de broeken. Jassen. Hier heb ik alles al gelegd voor mijn koffer naar zee. En dit gaat weg op de closet sale. En dit gaat ook allemaal weg op de closet sale. Hier staan zaken op elkaar. De closet sale is trouwens 7 september. Om 7 uur. En het adres daarvoor is Schemkesstraat 6. Maar ik zal alles hieronder zetten. Amai, dat is echt weinig. Dat lag echt proppesvol. Ik heb daar truien. Dan heb ik wat is allemaal? Speciale blouses met lange mouwen. Nog speciale en gewone. T-shirten en gewone t-shirten, zwart, wit, grijs. En je ziet, ik heb wel redelijk veel kleur weggedaan. Ook omdat het winter wordt en ik weet toch van, ik ga dat waarschijnlijk toch niet dragen. Dus, weg ermee. Dan heb ik ook mijn pyjama kast leeggemaakt. Ik draag echt enorm graag pyjama's. Gewoon zo thuis in de zetel binnen als ik een dag niet de deur uit moet. As you can see, ik heb nu ook weer een pyjama short aan. Dus ik heb echt 100.000 pyjama's. Echt niet normaal hoeveel ik er heb. Ik dacht echt, oh my god. Ik denk dat ik echt heel het jaar door 1 pyjama per nacht zo kan aandoen. En dat ik zo heel het jaar door elke nacht een andere pyjama kan aandoen. Trouwens, Kiki joint de video hier. Hey Kiki. Kiki moet trouwens ook eens gewassen worden, wat warm. Ik ga die misschien zelfs wassen, dan kan ik die mee naar zee nemen. Maar dus, wat ik wou zeggen, omdat ik zoveel pyjama's heb, ga ik er een paar weggeven. Ik ga 1 winnaar kiezen hiervoor, dus de ene persoon krijgt al deze pyjama's. Wat jullie moeten doen voor deze winactie is ten eerste geabonneerd zijn op ons YouTube kanaal. Ten tweede mij volgen op Instagram, Thalisa Lo. En ons YouTube kanaal, maar ik kan niet meer praten. Ons YouTube kanaal is Thalisam, of course, daar kijken jullie nu naar. En laat mij dan een leuke comment achter en laat mij weten uw eerste pyjama eruit zag toen je geboren was. Ik weet niet, je herinnert dat niet meer natuurlijk, maar van foto's, dus ik hoop dat iedereen een foto heeft. Maar mijn allereerste pyjama als baby was een witte met, hoe noemt dat, lieve heersbeestjes erop. Ik hoop nu wel dat ik dat was en niet mijn zus, dat ik dat fout heb van de foto's. Maar ik denk dat ik dat was. Dus let me know in de comments. En ook misschien goed om te weten, al deze pyjama's zijn smal. Dus als je wilt meedoen, moet je een size small hebben. Sorry. Als eerste geef ik deze pyjama weg. Een bananas shortje. Onthoud ook dat ik deze pyjama's heb gedragen. Ik denk maar 1 keer, maar sommige zelfs niet. Dit is het t-shirtje op de bananen pyjama. Super schattig. Dan heb ik een iets classier pyjama. Dit is het shortje, zwart met kant van onder en roosjes erop. En het t-shirtje ziet er zo uit. Dat is hier van voor zo geweven met een touw. En er hangt een beetje kattenhaar op, maar die krijgen jullie er inclusief bij. Woehoe! Dan hebben jullie een beetje Milky Shellen en Muffin in huis. Dan heb ik deze pyjama. Er staan tacos op. Tacos met een gezichtje. En het blouseje, daar staat op, I don't wanna talk about it.
Dat was een krap blouseje. Dan heb ik... Oei, dit hoort er niet bij. Oeps. Maar dit wel. Dit is trouwens echt nog helemaal nieuw van Pimkie. Dat is zo'n... Ja, hoe noemt dat? Een soort playsuit voor 's nachts. Ik weet niet hoe ik het moet noemen, dat ik de naam. Maar ik weet niet hoe. Staat er nu ook wel niet op. Maar alleszins ziet er zo uit als zo'n nacht. Ja, overalke dingetje. Sexier, iets sexier. En dan hebben we er nog eentje met bloemetjes. Heb ik ook nog nooit aangedaan. En die heeft ook weer zo'n elastiek hier. Dat is ook weer zo'n playsuit-achtig. En dan om in te slapen van zo'n satijn stofje. En dan als laatste hebben we dit shirtje bordeaux met allemaal witte hartjes. En dit blouseje. Oh, ik denk niet dat het geknoopt is. Dat ruikt trouwens naar mijn mama, want mijn mama heeft deze gewassen. En dat is zo'n, precies zo'n polootje met allemaal knoopjes om in te slapen. Dus dat zijn de pyjama's die ik weggeef. Mochten jullie nog eens alle info willen weten, staat allemaal hieronder in de beschrijving. Dus als jullie dit willen winnen, dan weten jullie wat jullie moeten doen. Let's go! Als eerste taak ga ik Kiki in de was gooien. Arme Kiki, kijk hoe vuil dat die zit. Dag Kiki, see you straks. Oké. Hey katjes. Het wasmachine draait niet omdat het te licht is. Omdat Kiki te weinig weegt. Dus ik ga er wat gekleurde was bij doen. Oké, ik heb nog wat was. Maar dan moet ik natuurlijk wel het wasmachine op katoen zetten. Let's do this. Ondertussen is mijn boyfriend thuis. We zijn I'm a Murderer aan het kijken. I'm a Killer. I'm a Killer, ja. Oeh, spannend. En we hebben eten besteld met Deliveroo. Ik had echt geen goesting meer om te koken. Dus we hebben besteld bij Isaki, ons favoriet. You want it, hè? Yes! Amai. Het is ondertussen, ik denk 11 uur bijna. En wij gaan slapen. Soms nog restjes aan het eten. Het is nog maar 11 uur. 10:45, denk ik. Oh, amai. Ja, het voelt echt alsof het 1 uur is of zo. Ik heb ook dat gevoel, maar het is ook zo donker al, hè. Zo. Ja. Heel donker en we hadden de kaarsjes aan en het is fris, dus ik had het gevoel dat het winter was. Maar oké, wij gaan hier de vlog afsluiten. Ik neem jullie mee naar de zee. En Sam zal misschien ook een weekendvlogje maken. Misschien, ja. Hè, Sam? Een weekendvlogje van de 2 dagen samen. Oké, is goed. Oké, ja. En ik ga aan de zee vloggen. Dus in de zee? Aan de zee. Aan de zee. Dus wij apart zien jullie morgen.